De nieuwe voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Shanti Venetiaan, wil het wetenschappelijk karakter van het instituut volledig tot uiting brengen. Tot nu toe heeft de ADECUS voornamelijk een docerend karakter en is wetenschappelijk onderzoek, zoals dat een universiteit betaamt, nauwelijks tot uiting gekomen. Venetiaan zegt te beseffen dat het geen gemakkelijke taak is, maar gaat zij de uitdaging aan. Ze heeft 2 weken terug officieel overgenomen van Erik Jagdeel. We zijn een universiteit, dus we moeten onderzoek doen. Het moet op de 2e plaats staan en misschien zelfs op de 1e plaats. En op dit moment staat het daar niet. Dus daar willen we ons sterk voor maken. Meer zelfstandigheid, financiële zelfstandigheid ook voor de universiteit. Ik zeg die dingen heel makkelijk, maar het zijn geen dingen die je makkelijk realiseert hoor. Maar wel kijken naar wat voor mogelijkheden er zijn om daarin toch stappen vooruit te zetten. Heeft u al een idee hoe u dat gaat bewerkstelligen, een plan? Het plan is nog niet op papier, maar ten aanzien van meer financiële zelfstandigheid kunnen we denken aan dus echt agressiever projecten binnen te halen, dus grants. En ook collegegeld. Ja? Collegegeld gaan heffen voor de bacheloropleidingen. Venetiaan legt uit dat bachelorstudenten slechts inschrijfgeld betalen voor de studie die ze doen. In de toekomst zal er ook collegegeld gevraagd worden. Op dit moment is het collegegeld op 0 gesteld. De studenten betalen wel inschrijfgeld. Maar we willen er wel naar kijken om toch ook voor de bacheloropleidingen collegegeld te heffen. En dan hoeft men niet meteen te schrikken. Ik bedoel, we gaan niet van 0 naar 100.000 of zo. We gaan het natuurlijk een schappelijk bedrag laten zijn. En verder is ADEC in feite de enige echte universiteit in Suriname. Dus het moet bereikbaar zijn voor iedereen. Dus mensen die het niet gaan kunnen betalen, daarvoor zullen we een manier moeten hebben om ervoor te zorgen dat ze toch toegang hebben tot onze opleidingen. Wat heeft u overgenomen als voorzitter? Dus, knelpunten? Knelpunten, ja, knelpunten zijn er altijd. Financiën, hè? De begroting, er wordt altijd een begroting ingediend, waarvan meestal meer dan de helft wordt ingekort. En dan zelfs van dat ingekorte krijg je niet alles. De nieuwe voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Shanti Venetiaan, tegenover onze nieuwsdienst. Ze wil dat er meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan door de universiteit.